Ja, beste mensen, we zijn hier bij de Kooi. U weet wel, daar in de polder. En er gaat hier een heuse lazy fair plaatsvinden. Ik bedoel zeggen, een lady fair. Het gaat alleen maar over dames. Terwijl ze in de grote stad kennen ze miljonairs fair. Hier kennen ze de ladies fair. Maar wij zijn op zoek naar een speciale dame. Genaamd Corine Veldhuizen. Zij weet van niks, maar wij gaan haar wel zoeken. Gaat u met me mee? Gaan we op zoek naar Corine Veldhuizen, maar het is nog niet zover. We zijn nog een beetje te vroeg, maar we hebben wel een glaasje prosecco, want het is er een gastvrij ontvangst op de Ladies Fair. Ik heb een opdracht meegekregen om te vragen of je ook schoenen hebt waarmee je naar Santiago kunt lopen. Ja, die hebben we. Kijk, met extra dikke zool. Misschien ga je dan dubbel zo hard. Oh, nou, zie je wel. Ja, meneer Jaap staat achter de camera, maar die denkt dat hij daar dus extra mee hard kan lopen. Ja, misschien wel, maar nee. Ik heb niet, denk ik, zijn maat. Is het een hardloper trouwens, als het over Santiago gaat? Wie een hardloper? Jaap? Ja. Ja, echt. Hij gaat echt heel hard. Ja? En jij? Ik nu niet meer. Toen wel. Toen ging ik ook goed, maar toen niet meer. Nu niet meer. Maar moet ik jou herkennen van de Vierdaagse? Vierdaagse heb ik vorig jaar gelopen. Ja, toen ben ik ook voor de tv geweest. Ja, klopt. Ja. Toen had je iets aan je voet, ja, een blaadje of zo? Ja, en ik heb nog steeds last. Dus ik heb dit jaar niet gelopen. Nee. Ach, maar dan doe je gewoon Santiago. Nou, ga ik Santiago gewoon doen. Even zonder gekheid. Schoenen, ladies fair, dat is alleen maar dames schoenen? Alleen maar dames schoenen, ja, ladies fair, hè? Het zegt het al. Dus het is allemaal gebaseerd op dames. En zien we dan nog een ladies fair met een catwalk dat ze gaan lopen? Of is het eigenlijk een grote verkoop van spulletjes? Ja, het is verkoop, een beetje presenteren van je winkel om te laten zien wat je hebt. En hopen dat ze dan ook in je winkel komen, is ook de bedoeling dan natuurlijk. Ja, en hier is dan een beetje kleding, schoenen en tassen, sjaals. En beneden is alles voor de, voor de lichamelijke mens. Ik weet niet of daar moet ik ook even gaan kijken, ja. Dus dit is een beetje de aankleding en beneden is het voor de binnenkant. Hier voor de buitenkant en beneden voor de binnenkant. Oké, nou dan gaan we daar even kijken. We zijn ook op zoek naar Corine Veldhuizen. Corine Veldhuizen. Die staat met? Nou, die is gastvrouw. Oh, die is gastvrouw. Oh, ik ken alleen een andere gastvrouw. Oké. Maar misschien die dat we nog... Mariska. Oh, dat klinkt ook heel goed. Ja, klinkt het ook heel goed. We gaan even op zoek. In ieder geval bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En reken je nu al op winterkleding of maakt het eigenlijk niet uit? Nee, dit is wel een beetje in between, hè? Want dit is echt een beetje zowel binnen als buiten. Oké, in between, oké. Dat betekent winter en zomer. Nou ja, ga je dit echt hartje zomer dragen? Nee, het is meer lente. Lente, herfst, ja, dat is een goede periode. Oké, zijn er ook specifieke herfstkleuren of zijn er gewoon de klassiekers? Nou, bij kinderen zijn het gewoon de primaire kleuren, dat vinden ze gewoon leuk. Oké, je kunt eigenlijk in de winter alles aan. Kun je ook gewoon een witte broek aan in de winter? Ja, volgens mij wel. Ja, toch? Nee, maar... Kan weer heel veel tegenwoordig, hè? Ja, tegenwoordig kan er heel veel. Mevrouw, wat bepaalt nou of u ja zegt tegen uw keus? Of de kleding me bevalt. En wat is dat dan? Hoe werkt dat dan? De kleur vooral. En natuurlijk pasvorm. Je kunt hier volgens mij niet passen of moet je hier gewoon maar eens een beetje gaan staan? Ik heb nog niet gekeken of ik ergens kan passen. Misschien moeten we naar het toilet of zo. Of vindt u dat gewoon niet erg, gewoon in de blote kont hier en klaar? Nee hoor, doe me niet. Oké, succes met kiezen. Dankjewel. Ze werkt alleen niet mee. Oh, ze werkt niet mee. Ze werkt niet mee. In etalages mag dat niet, hè, blote dames? Nee, daarom ga ik ook heel gauw een shirtje aan. Oké, succes. En overal peilt het uit. Nee. Dat doen we niet, hè? Nee. Hier in Spakenburg kan dat niet? Dat weet ik niet, want ik kom niet eens in Spakenburg. Oh, ga, als je waar kom je dan vandaan? Amersfoort. Oh, dat is ook goed. Maar ja,
Eén ding moeten we even afspreken onder ons. Ja. Amersfoort moet geen Bunschoten worden. Nee. Oké. En andersom ook niet. Nee, andersom ook niet. Nee. Dan hebben we dat in ieder geval afgesproken. Okay. Succes vanavond. Hetzelfde. Ja, dit gaat wel heel snel hoor. Even vlug de prijs bepalen. Of is er echt over nagedacht? Daar is echt over nagedacht. Ja. Is het een beetje een koopje? Want het wordt nu van 139 voor... Bij ons gekocht. Voor 99,95. De echte Kauwebeks. €40 eraf? Ja, nergens zo goedkoop als bij ons. Dan blijft er toch niks meer over? Ja, maar we hoeven niet rijk te worden. Toch? Oh, ik wel hoor. Ja? Nou nee, wij zijn heel gelukkig en dat is belangrijk. Oh, dat is ook gelukkig, ja. Oké, goed zo. Tassen. Tassen. Is dat het wat je moet hebben? Ja, zeker. Iedere vrouw heeft een tas nodig. Kijk toch wat een grote tassen. Dat is ook ideaal voor een weekendje Kom weg. Kom op, hé. Voor de scholen, de schooltassen. Dan heb je natuurlijk wel een ruimte nodig. Oh, ik heb een echtgenote, dan zeg ik van, heb jij toevallig je rijbewijs of je creditcard en dan is een partij zoeken. Ja, maar daar heb je mooie vakjes voor. Okay, heb je het ook zo bij de hand. Weet je, logisch indelen, hè? Dan ben je nooit wat kwijt. Dan heb ik ook een tas in een tas. Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Die heb ik daar staan. Oh, die heb je ook wel? Ja, tuurlijk. Want dat is dan veel handiger om even in zo'n grote tas te stoppen. Ja, dan heb je twee tassen bij, hè? Je hebt meteen een soort boodschappentas bij. Je haal je kleine tas eruit en dan doe je daar je grote aankopen weer in. Komt dat toch dat vrouwen allemaal tassen bij zich hebben en mannen eigenlijk niet? Ja, maar de mannen hebben weer de mannen dingen. Die zijn gek van autoradio's of wat dan ook. Dat snappen wij weer niet. En wij zijn gek van tassen. Wat vind je van mannen met zo'n tasje? Ja, dat ligt er aan hoe het tasje eruit ziet. Dat is goed geantwoord. Ik hoop dat je een goede avond hebt. Ja, dankjewel. Je ziet er schitterend uit met zo'n kraag. Sjaal. Oh, een sjaal. Ja, gewoon een sjaal. Ik hou ook erg van sjaaltjes, want blote nekjes ben ik niet zo van. Nou, bij een man mag dat best wel hoor. Ja? Hoe vind je borsthaar boven een shirtje uit? Duidelijk geloof ik, hè? Doe dan maar een sjaaltje om. Even de bedoeling van vanavond. Wat breng je aan de man? Wij brengen aan de vrouw. Ja. Voornamelijk tassen, sjaals, poncho's. Leuke hebben dingetjes. Ik had het net al over tassen, dat is een drama met vrouwen, hè? Ja, minimaal 10 in de kast. Oh, ben je van de tassen? Ja, tassen en sjaals. Sjaals is nog erger. En weet je ook alles te vinden in je tas? Ja, natuurlijk. Als je lang genoeg ja, ziet. Ja, dat roep jij wel. Maar dan moet je de autosleutels van je vriend of je partner even bewaren. En zijn creditcard of zijn weet ik veel wat. Ja, maar als en dan kun je het niet vinden. Achterlaat, dan hoeft hij die niet snel nodig te hebben. Zolang ik alles kan vinden, dan gaat het goed. Heb je gezien, Jaap? Chocolademasker. Puur of melk, met of zonder nootjes. Dit is een chocolademasker. Wat gebeurt er dan als je bij hem chocola op zijn gezicht legt of aanbrengt? Nou, je voelt het natuurlijk wat warm worden, want het wordt warm aangebracht. Het wordt een hele goede vitamine zitten erin, dus heel veel vitamine zitten erin. En het geeft echt een boost voor die winter. Dus het geeft ook een bescherming aan de huid. Nou, misschien een beetje flauw. Kan ik nog kiezen uit melk of puur? Nee, dat is één soort. Nou, het is wel heel interessant, wel echt spannend wat dat gaat worden. Ja, het is de nieuwste behandeling, dus heerlijk om uit te proberen. En hoe vindt u het worden? Ja, super. Hartstikke goed. Het is in één keer een bos haren, wie ja, niet weet. Ja, daar hou ik ook van. Ja. Nou, het werkt wel. Maar eventjes over de dag daarna. We gaan vanavond allemaal naar bed toe, tenminste de meeste. Is het morgen nog een beetje volumineus? Dan is het helemaal magisch, want dan staat het recht omhoog. Nee. Oh, dan staat alles recht overeind. Heeft ze nog meer haar? Nee, dan, zelfs morgen dan zit het er nog in, inderdaad. Dus dan kan ze ook, heeft ze gewoon nog lekker volume en stevigheid. Dus dat is gewoon helemaal perfect. Of doe je het eigenlijk als je een avondje uit wil met je vriend, dat je denkt van ik wil een beetje meer volume? Ja, het kan altijd. Niet alleen voor als je gaat stappen, maar voor altijd. Okay. Ja. Nou. Toch nog wel even belangrijk dat we even de organisatie treffen. Ja. Want wat is nou toch een ladies fair? Een ladies fair is een leuke avond voor dames. Mag ook voor de heren en natuurlijk de kinderen. Om een gezellige avond met elkaar, leuke fashion te bekijken. Beauty, wellness, natuurlijk het shoppen. En dat exposanten hun producten kunnen laten zien. En dat is ook voornamelijk mensen die geen winkel hebben.
maar een webshop. Je merkt toch in deze tijd met de crisis dat heel veel winkels gaan sluiten. Ja. En ja, dat ze toch via de website moeten doen. Dus ja, als je dan toch in contact wil komen met mensen, ja, dan is een ladies fair heel erg leuk om dat neer te zetten. Dat de mensen gewoon toch in contact komen met winkeltjes die geen winkel hebben, maar alleen kunnen bestellen via de website. En dat is eigenlijk meer een ladies fair. Wat gaat u ervan maken? Nou, ik heb wat paarse oogschaduw en dan ga ik de ogen wat meer laten spreken. Oh, het gaat om de ogen in dit geval. Wil je ook wat de ogen wat meer naar voren komen, meer naar buiten komen? Ja, heel graag. Ja? Ja. Oh, wil je ontspannen? Ja, zeker. Heb je dat nodig? Ja, ik ben aan het werk, maar ik heb nu even pauze, dus perfect. Oh, dus je wil even lekker ontspannen. Ja. Nou, ik ben... daarna weer lekker aan de gang. Oh jee, wat goed zeg. Ja. Nou, succes. Hoe gaat het? Ja, goed. Komt de ontspanning naar je binnen? Ben je binnen? Ja hoor, en al ontspannen. Och, perfect. Ja, we zijn op zoek geweest naar Corine Veldhuizen. Maar bij het zien van de camera vluchtte zij. Dus Jan Hopman, we geven de opdracht terug. Maar dit was wel keigezellig op de Ladies Fair bij De Kooi in Bunschoten. Tot een andere keer. Graag tot dan. Dag.